In 3, 2, 1. Holy shit, deze had ik niet verwacht. Holy shit jongens, season 5 is begonnen en we gaan vandaag iets super bijzonders doen. We gaan namelijk alle tiers halen die we maar kunnen halen in Fortnite. We gaan dus de Battle Pass kopen en daar alle tiers halen en kijken wat er allemaal in zit. Ik ben super hyped, ik hoop jullie ook. Ik heb al 50 Battle Stars gekregen, dat is 5 tiers. Dat is sowieso super dik, waarschijnlijk omdat ik de vorige keer dus het heb gehaald. Even kijken, special building voor... Oh, omdat ik dus de Battle Pass in Season 4 heb gehaald, daarom heb ik het gekregen. Oké, super nice, dankjewel Epic Games voor die 5 gratis tiers. Maar natuurlijk gaan we, is dit niet het enige wat we gaan halen. Super dik, ik ben super hyped. Trouwens, als je denkt deze cap, die vind ik echt super nice. Ik wil die ook hebben. Dat kan. Ga eventjes naar teveelgevraagd.nl/winkel. En daar kan je dus deze petten ook kopen. Super dik. Laten we eens gaan kijken naar, dit. Laten we eens gewoon even gaan kijken wat we dus allemaal hebben. We gaan hier op close drukken. Ik weet nog helemaal niks, hè? Oh shit. We hebben dus al 3 dingen gekregen van de Battle Pass. De gratis Battle Pass. En dat is de Crazy Castle. Dit is dik. Holy shit. We gaan wel alles 1 voor 1 langs, hè? Dat weten jullie. Dat is dit. En dat is de emote. En het is de... Wat is het? De gentle dab. De gentleman's dab. Super vet. En deze achtergrond is zo ziek. Laten we even heel eerlijk zijn. Deze achtergrond is super, namelijk echt super dik. Zoals jullie zien heb ik 16.000 V-Bix. Dus dat moet genoeg zijn om dus alles te halen. En dus laten we dat ook zeker doen. We gaan naar de item shop. Dit zit er in de item shop. Allemaal hartstikke interessant. We hebben nu 3 varianten. Dat is op zich wel grappig. Van de featured items. Maar dat is niet de reden waarom we hier zijn. We komen hier voor de Battle Pass. Kunnen we die kopen? Battle Pass. Hier. Bingo. Oh, dit ziet er epic uit. Oh, nee, ik wil alles nog niet zien. Ik wil nog niet alles zien. Hallo. Ik wil nog niet alles zien. Ik wil nog niks zien zelfs. Purchase. Ja. 25 verschillende battle dingen. Oké, dit kan ik wel een beetje zien. Hier staat van alles wat ik dan krijg. Ik hoef het niet per se te zien, maar we gaan het kopen. Voor 2.800 V-Bucks gaan we in ieder geval de eerste 25 kopen. Let's go! Alright, we hebben de Battle Pass, we hebben de eerste 25 hebben we gekocht. En we gaan nu kijken wat er allemaal in zit. Ik zie dat we 40 items hebben. En alle 40 de items gaan we nu eens 1 voor 1 rustig openen. De allereerste is de XP die we krijgen. Daarna Share XP, hartstikke fijn. Dit is de eerste skin die we krijgen, de Huntress. Wow. Eerlijk is eerlijk, oprecht een zieke, zieke skin. Ik vind hem oprecht super dik. Dus shout-out naar Epic Games voor het maken van deze skin. Er staat The Fearless Rider from Stormtossed Seas. Part of the Norse set. Oké, je krijgt dus ook te horen wat dan, waar die bij hoort. Dus dit is de Noorse / Viking set. Super dik, laten we doorgaan naar de volgende. Dit is Drift. Oprecht ook een hele vette. Ja, die backling moet je maar eventjes wegdenken. Want ik heb natuurlijk nog de wing backling. Journey into the unknown and find your way to victory. Hoort bij de Drift set. Dus daar is dus een Drift set. Super vet. Deze kan je ook customizen, zie ik. Want je hebt dat bolletje hier rechts onderin. Heel vet. Gaan we door naar de volgende. Dat is de Battle Pass Challenges. Heel erg fijn. Vind ik zelf niet zo bijzonder. Dan heb je de Drift Challenges. Oh shit, we hebben meer challenges. Dan hebben we XP natuurlijk. Dan hebben we 5 free tiers. Oh, 5 free tiers voor de volgende seizoen. Oké, duidelijk. Ik dacht al. Het zou een beetje raar zijn als we nu 5 free tiers krijgen. Better icon, heel fijn. Dan hebben we hier een emote. Ik vind die dingen niet zo bijzonder meestal. Sushi, spray, hartstikke leuk. De cruiser, niet heel bijzonder. Dan hebben we Let's Rock, ook niet heel bijzonder. Banner icon, zeker weten, leuk. Maar ik gebruik die dingen niet. Nog een banner icon. Dan hebben we hier een toy. Is dat nieuw? Dat is nieuw, een toy. Dat is dus het nieuwe in seizoen 5. We hebben dus toys, basketbal toys. Sowieso super dik. We hebben dus de basketbal unlocked, heel erg blij mee. Boogie, leuk. Norse emblem. Wow, dat is zeker leuk. Dat is een loading screen, heel erg vet. Dan hebben we de backlink uplink. Dan hebben we de banner icon. Het is een dolfijntje of zo, heel erg vet. Dan hebben we een balloon X. Holy damn, die is ziek. Die is echt heel erg vet. Dan hebben we dus een pool party emote. Heel leuk. Dan hebben we XP share. Hadden we deze al niet? Deze ken ik ergens van. Deze hadden we toch al? Nou ja, het zal wel. Die lijkt heel erg op iets ouds. Dan hebben we trails. Heel vet. Het is een soort van... Wat is dit voor een trails? Een beetje... Ja, iets Chinees-achtig iets. Nou, ik ga hem in ieder geval denk ik niet gebruiken. Dan hebben we hier een... zo'n masker.
Dan hebben we hier een downshift. Ook een hele leuke glider. Deze is de Strawberry Pulse. Leuk. Ga ik niet gebruiken. De Redline. Dit is de nieuwe skin. De Redline is Revving Beyond the Limit. Part of the RPM set. Super dik. Echt oprecht heel erg dik. Dan gaan we door naar Prickling. Niet heel bijzonder. Dan gaan we door naar deze XP sharing. Nog eentje. En dan hebben we de volgende toy. En dat is de golfbal. Holy damn. Super dik. Gaan we door naar Huntress. Loading screen. Concept art voor Huntress. Is dit een concept art? Is dit... Iemand heeft het ooit gemaakt, denk ik. Dit is een concept geweest, denk ik. Lijkt het op. Oké, super dik. Luncha GG, leuk man. De Luck X. En dit is gewoon van die... Ja, hoe noem je dit? Dit zijn gewoon van die tools die je gebruikt voor het repareren van auto's en zo. Super vet. Is een part of the RPM set. Heel erg vet. Gaan we door naar 1000 XP, Season XP. Dat is een... Oh, dat is gewoon denk ik, normaal XP. Used to increase Battle Royale Season level. Oh ja, okay. Ja gewoon level dus. Oké. Okay. Banner icon. En we krijgen 500 keer V-Bucks. Dus we krijgen gewoon 500 V-Bucks. Super dik. Alright, gaan we door. Gaan we hem closen. Heel vet. Maar we gaan natuurlijk ook tiers kopen. En dat is daarvoor deze video natuurlijk. We hebben nou in ieder geval de eerste... Wat is het? Eerste 32 tiers hebben we. 32? Ja, dat klopt. 25 plus... Ja. Oké. Okay. Maar we gaan natuurlijk de rest ook halen. En ik wil eigenlijk niet kijken naar dit. Dus we gaan purchase doen. En ik moet gewoon eventjes mijn ogen dicht doen en op plus drukken. Want ik wil natuurlijk niet zien wat er van tevoren allemaal in gaat staan. Dus we moeten heel vaak klikken. Ik kijk zo dat ik alleen de tiers kan zien. Dat ik niks anders kan zien. Oh, shit. Volgens mij hebben we bijna alles. Ik kan heel snel klikken, dan kan ik niks zien. En... Boom. 10.200 moeten we betalen. We gaan purchase doen. Let's go. Ik heb alles betaald. Heel vet. Ik wil dat schermpje krijgen. Hallo. Krijg ik geen schermpje van unlocked of zo? Krijg ik daar geen schermpje van? Dat vind ik echt zonde. Dat ik geen schermpje daarvan krijg. Oké, nou, we zijn in ieder geval bij 1 nu. Ik heb legit nog niks gezien, jongens. Dus alle reactie die ik nu geef is legit mijn reactie. Mijn eerste reactie die ik ga geven op bepaalde concepten. Eigenlijk, dit hebben we allemaal al gezien. Tot 32 uit mijn hoofd. Oké, de volgende pagina is dus alles wat we nieuw hebben unlocked. Wacht, kan ik niet teruggaan? Nee, oké, ik kan niet teruggaan. En dat wil ik niet zien. Ik heb het nog niet gezien, legit nog niet gezien. Ik heb het legit nog niet gezien, jongens. Oké. Oeh, ik dacht eventjes dat ik daar de boel ging zien. Oké, we gaan gewoon kijken langzamerhand. We gaan alles één voor één even langs. Let's go. Oké, eerste pagina. Vanaf 33. XP share, dit en een loading screen. Heel erg fijn. Nog meer V-Bucks. En dan gaan we hierdoor naar Runic. We krijgen een soort van trail. Super vet. Ik vind hem wel leuk. Dan gaan we door naar de stop sign. Heel erg vet. Dan hebben we de pool party backling. Die is ziek. Laten we die eens even van achter bekijken. Holy shit. Ik zei al... Ik heb deze al gezien in de leak. En ik zei al dat ik die super vet vind. Dus die ga ik sowieso rocken. Ik vind die echt super cool. Dan gaan we door naar de volgende. En dat is de Conquest. Ze hoort bij de... Holy shit. Ja. Dit is ziek. Dit is ziek. Deze vind ik echt tof. De Conquest. Part of Norse. Row against the ride. Against the tide. Sorry. Dan gaan we door naar de Durburger spray. Heel leuk. Die is, en dan hebben we hier wat Friends XP. Dan hebben we hier banner icon. Dan hebben we hier 100 keer dat. Dan hebben we een nieuwe toy. En dat is de Beachball. Super vet. Dan gaan we naar Jill Birds. Is een loading screen. Heel vet. XP natuurlijk. Calculated. 2 plus 2 is 4. Minus 1, that's 3 kick match. Dat kan natuurlijk daarvan. Van die meme. Heel erg leuk. Dan hebben we de volgende skin. En dat is de Sunstrider. Echt oprecht een zieke skin. It's all fun in the sun. Part of the rescue patrol. Super dik. Ik vind hem echt heel erg vet oprecht. Dan gaan we door naar loading screen. Ik ga er even iets sneller doorheen. Want dit is allemaal niet zo interessant. High explosive. Oprecht een hele vette loading screen. Banner icon. Dan hebben we hier een alarm. Dan hebben we hier weer trails. Dan hebben we hier... die trails zijn trouwens oprecht vet. Dan hebben we hier drift. Dan hebben we de volgende backling. En dat is de rare guard. Hoort ook bij de Noorse set. En er staat bij Sturdy Guardian. Part of the Noorse set. Sowieso super dik. Gaan we door naar de volgende trap icon. Dan hebben we hier weer een nieuwe toy. En dat is de fancy golfbal. Ziet er oprecht heel erg tof uit. Dan hebben we de fly trap als loading screen. Dan hebben we 1000 XP. Dit is allemaal... Oh, emote. Oh, swipe it.
Let's go. Die is oprecht vet. Die vind ik oprecht heel erg vet. Laten we doorgaan naar de volgende. We hebben loading screen. We hebben hier een teddybeer. We hebben hier een ice crystals trail. Super vet. Dan gaan we door naar de banner icon. En dan hebben we hier de sledgehammer outfit. Die is wel vet. Alleen wel een beetje basic. Maar net als de squad leader vind ik hem heel vet. Hij is part of the advanced forces. Super dik. Gaan we door naar de 72 tot 79 tiers. Dan hebben we hier Norse Lama. oprecht vet. Skip hier even doorheen. Dan hebben we Fancy Beach Ball. Perfectly inflated. Perfect. Ziet er heel erg cool uit. Banner icon. Red Knight. Oh, de Red Knight. Ik heb hem natuurlijk ook, maar hartstikke dik. Dan hebben we hier een glider. En dat is de Splashdown van de Rescue Patrol. Ook een hele vette glider. Sowieso super dik. Gaan we door naar de volgende. Van 80 tot 87. En daar zit hij. XP. V-Bucks. Banner icons. En een TP. Deze hebben we trouwens geleakt. De Toilet Paper Trail. Heel erg vet. Alright, gaan we door naar Bad Apple. Ja, leuk. Deze is ook al vet, deze loading screen. En dan gaan we door naar de volgende skin. En dat is de Rook. Is het promoted from desk jockey to field agent. Dit heeft een beetje te maken... Het zit een beetje met die detectives, met die geheimagenten thema. Dus super vet. We gaan door naar het volgende gedeelte. Dat is 88 tot 95. We komen bijna bij die 100 skin. En daar gaan we eventjes hype voor creëren. We hebben nu banner icon. Friend XP, bla bla. 100 V-Bucks natuurlijk. En we hebben een fancy basketbal. Is op zich een hele vette basketbal. Oprecht een hele vette basketbal. Dan hebben we Stinky. Dan hebben we Tomato Head. Die oprecht vet is. Alleen ja, Rip Tomato nogmaals. Ik weet niet of die nog is. Ik heb de map nog niet gezien. Maar daar gaat nog een aparte video van komen. Dan hebben we Yummy Emote. En dan hebben we deze hele vette... Oh shit. Ik vind hem wel echt heel erg vet, even eerlijk. Damn boy. Damn. Oké, die is leuk. Oké, top. Maar dit was natuurlijk niet alles, want we hebben nu nog 5 tiers die we kunnen unlocken. Die we kunnen lokken, maar die we kunnen gaan checken. En dat gaan we sowieso even doen, dus ik wil een klein beetje hype. Oké. Ik ga mijn ogen dicht doen en ik ga hem doorklikken. Alright, ik heb hem legit nog niet gezien. Ik weet niet wat... Ik denk dat ik al weet wat het is, maar ik weet het niet zeker. Maar we gaan eens even kijken. Holy shit, ik heb hem doorgeklikt, hè? In 3, 2, 1... Holy shit, deze had ik niet verwacht. De Ragnarok. Ragnarok. Super dik part of the Harbinger. Ik weet niet wat dat precies is. Oh, wacht. Je kan... Hij is customized. Oh, je kan hem levelen, denk ik. Je kan hem levelen, lijkt het op. Holy shit. Ja, Ragnarok Challenges. Je kan hem levelen. En hij ziet er standaard al zo uit. Dat is al super dik. En je kan hem dus, naarmate je dus levelt, krijg je upgrade gem. Dus holy damn. Super dik voor de rest. Ja, eigenlijk is de rest niet zo interessant meer. Dit is dus een super dikke skin. Ik ga hem sowieso meteen instellen. We hebben natuurlijk allemaal nieuwe skins. We gaan deze skin natuurlijk instellen. Super dik. Holy shit. Save and exit. Ja hoor. Ik even een backlingetje instellen. Ik ga natuurlijk deze instellen, sowieso. Dan gaan we eventjes kijken naar gliders. We pakken dan deze, denk ik. Ik vond deze namelijk echt super dik. Laten we die instellen. Even een pickaxe natuurlijk instellen. En dan doen we deze wel eventjes. Vind ik ook wel vet. En dan doen we natuurlijk ook even een andere trail. Ik vind deze trail wel super dik. Dus deze doen we wel. En de loading screen... Daar pakken we er ook wel eentje van. Maakt me allemaal niet zo uit. Ik pak deze skin concept wel. Vind ik wel tof. Oké, dan hebben we natuurlijk nog de emotes. En wat zijn die ballen nou dan? Wat kan je daar nou mee? Je kan hier dus een emote... Oké, wat gebeurt er als ik nou een emote ga doen? Oké, niks. Duidelijk. Deze emote is dus super dik. Maar het is niet echt een emote. Het is een... Ik weet niet waar dat is, man. Die toy moeten we sowieso even testen. Maar dat doe ik denk ik in een andere video. Want deze video duurt al aardig lang. We gaan eens eventjes kijken. We hebben natuurlijk deze nu. Die is super dik. We hebben nog... wat is nog meer nieuw? We hebben... Deze. Ook heel leuk. En dan gaan we... Alles gaat door elkaar heen. Wat hebben we nog meer? 2 plus 2 is 4 gaan we instellen. En dan gaan we nog... Deze instellen. Even kijken waar staat die... ik zag hem hier net. Nee, deze. Oh, shit. Alright, super dik. We hebben nou alles een beetje ingesteld zo. En we gaan eens eventjes kijken hoe dat er hier uitziet. Zo, emote. Oh, shit.
Alright, dan gaan we nog even snel naar de challenges. Even kijken hoe de challenges in elkaar zitten. We hebben natuurlijk alle week-challenges, super dik. Dan gaan we eventjes kijken naar dit. Want dit is het bijzondere. We hebben nu 3 verschillende aparte challenges. We hebben Roadtrip, we hebben Drift en we hebben Ragnarok. Het Roadtrip is een beetje hetzelfde als de Blockbuster. Super dik. Daar gaan we sowieso natuurlijk video's over maken. Dus ja, abonneer op de wilvraag. We hebben de 300k trouwens gehaald. Dankjewel, jongens. Dan hebben we hier de... Welke skin is dit? Voor welke skin is dit? Dit is voor de Drift skin. Dat is dat de tier 1 skin of zo? De Drift skin? Dat is... Dat is deze. Oké. Oh, die kan je dus helemaal... Deze kan je dus helemaal upgraden. Duidelijk. En je hebt deze skin gekregen. Dat is natuurlijk ook heel vet. De Drift skin. Laten we eens even gaan kijken. Drift skin. Dat is deze. Super dik. Maar ik wil dus gaan kijken hoe wat je ze allemaal kon unlocken. Je kan dus... Het gaat om XP deze keer. Niet zozeer om levels. Dat is op zich wel raar. Vind ik een beetje. Maar ook weer niet heel raar. Als je 10.000 XP haalt, dan heb je die. Als je... Ja, het spreekt eigenlijk voor zich. Ik wil dat masker hebben. Dat is echt super dik. Nou, super leuk dus. Gaan we dan door naar Ragnarok. En dat is natuurlijk die tier 100 skin. En dan krijg je dus dit allemaal. En die ex is trouwens ziek. Holy damn, deze ex is ziek. Die wil ik heel graag hebben. Ja, sowieso super vet. Voor de rest ga ik nog later een video maken. Dit is natuurlijk een hele lange video geweest. Ik hoop dus dat jullie hebben genoten van deze video. Abonneer op de wilvraag. Vandaag gaan echt insane veel video's komen. Jongens, dus ja, ik heb eigenlijk niet zoveel te zeggen. Dankjewel voor alle steun. Dankjewel voor de 300.000 abonnees. Ga eventjes naar shop.wilvraag.nl/winkel voor deze pet. Niet naar shop.wilvraag.nl, want dat is namelijk voor de Minecraft server. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer en peace out.